Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door de premium partners van PSV en Brainport Eindhoven. Ja, goedenavond, bijzonder welkom bij PSV TV. PSV pakt de derde zege op rij en dat gebeurt tegen Vitesse. Afgelopen weekend was dus een mooi weekend en PSV bereidt zich weer voor op de volgende topwedstrijd. Een belangrijk duel tegen Feyenoord komend weekend. En ook een belangrijk duel voor de man die vandaag aan tafel zit. Hij speelt komende vrijdag ongetwijfeld met zijn ploeg Jong PSV tegen de koploper van de keukenkampioendivisie. Aangeschoven is doelman Yannick van Os. Welkom Yannick. Dank u wel. En ons eigen verslaggever Koen Heezakkers. Yannick, Cambuur. Ja, daar wil ik het straks even met je over hebben. Maar ga je daar naartoe of niet? Ga je naar Leeuwarden? Ik ga spelen, ja. Jij gaat spelen? Ik ga spelen, dus een mooi potje. Ja, hè? Kijk er naar uit, ja zeker. Een mooie week voor de boeg. De vraag is dan wel of je uitgeslapen genoeg bent, of je niet meer brak bent en zo natuurlijk. Want ja, je weet waar ik naartoe wil. Ik bedoel op de carnaval. Ik ben wel even geweest, moet ik zeggen, zondag na de wedstrijd tegen Vitesse. Ja? Samen met Robin en nog een paar andere vrienden van mij. Maar ik ben fit, dus ik zat een mooie week voor de boeg. Heel even, hoe ziet dat eruit? Mensen zijn dan toch altijd nieuwsgierig. Wat doet een PSV'er op carnaval? Hoe ziet dat eruit? Ja, ik woon in Den Bosch, dus dan ga ik daar ook carnaval vieren. En in Den Bosch is het toch een beetje anders dan in de andere steden. Ja. Niet echt verkleed, iedereen heeft echt een soort jasje of een boerenkiel, zeg maar. Kikker op de schouder. Kikker op de schouder, inderdaad, ja. Ja. En dan ga ik gewoon even kijken. Veel vrienden van mij zijn in de stad en ja, weet je, ik kan nooit. En ja, nu waren we gisteren vrij en wonnen we zondag. Dus toen dacht ik, ja, is wel even een mooie kans om dan mag het ook wel even. Wordt er iets gedronken dan door jou of doe je dat beslist niet? Ja, ik drink wel wat, maar niet zoveel. Niet dat ik de volgende dag helemaal brak ben of zo. Nee, zeker niet. Nee, ik wil gewoon rustig aan. Zou je dat wel eens willen zijn eigenlijk? Zou je wel eens denken van, ja, het lijkt me wel eens bijzonder om te ontdekken. Ik zeg het, toen wij kampioen werden, toen was het een flink feestje. Oh ja, dus je maar dan neem je dat maar voor lief. Maar nee, dat gevoel heb ik al, heel lang niet meer. Ja, en zo'n sjaaltje en zo'n jas moet je wel hebben, anders kom je nergens in. Nee, anders kom je nergens binnen. Het is al super druk overal. Ja. En als je dan zo'n jasje niet hebt, nee, dan wordt het een lastig verhaal inderdaad. Ja. Oké, we gaan ook heel even kijken naar Koen. Ben jij nog wezen carnaval? Ik heb niks voorbij zien komen op social media bij jou. Ik ben blij dat je de vraag niet aan mij stelt. Of ik iets drink tijdens carnaval. Nee, ik heb wel... Ik heb het leuk gehad inderdaad. Ja, laat ik het politiek correct beantwoorden deze vraag. Je hebt er niks van gedeeld op socials, zeg maar. Ik zag geen filmpjes voorbij komen, ik zag geen foto's. Nee, ik ben te druk met andere zaken om dan ook nog mijn telefoon erbij te pakken. Ik heb het te druk genoeg met mezelf op die dagen. Dus, en met PSV denk ik ook zo. En met PSV, ja, want daar ontkom je niet aan, hè. Ja, ben je nog wel tegengekomen of gaan we het daar straks over hebben? Nou, ik heb natuurlijk gekeken naar Vitesse PSV. En in de voorbeschouwing met Jan-Joos van Gangelen en Ernst Faber ging het over... Memphis Depay aan de ene kant en Donny Almalen aan de andere kant. Dat Memphis heel erg liet zien hoe zijn revalidatieproces in zijn werk gaat. En dat bij Donny een beetje wat meer in de luwte gaat. Hè. We zagen hem hier laatst op de training zagen hem staan. Ja. Dan komt hij even met de jongens even een beetje praten. Maar hij postte wel een clipje op zijn Insta. Dat zag er zo uit. Ja, dan kunnen we toch zien dat er keihard gewerkt wordt. Ja, we wisten natuurlijk wel dat gebeurde, maar hij had het tot dusver nog niet zo gedeeld. Dus dat vond ik wel interessant om te zien. Ja, hij revalideert niet hier, hè? Hij revalideert niet bij Topsport. Nee, klopt. Hij revalideert volgens mij in Amsterdam. Ja, Amsterdam, ja. Een beetje toch wel in de luwte, hè? Niet heel dicht bij de ploeg. Maar ja, nu zien we dat hij echt flink hard aan het werk is. Ja. Ziet er goed uit. Herkenbaar, Yannick, dit wat je allemaal voorbij ziet komen? Ja, absoluut. Weet je, je werkt achter schermen elke dag. Keihard, dat weet ik ook door mijn blessure natuurlijk. Ja. Ja, maar ja, mensen zien dat niet altijd. Weet je, ik ben ook na mijn operatie ben ik meteen begonnen. Terwijl mensen dan denken van ja, je moet weken op de bank liggen. Maar nee, ja, zo werkt het niet. Je gaat meteen aan de,
aan de slag en zorgen dat die knie weer goed wordt. Is dat ook per persoon verschillend of per lichaam verschillend of je na die operatie meteen al je knie kunt belasten of dat je eerst even wat rust nodig hebt? Ja, zeker. Het begint eigenlijk al voor de operatie, want ik kon niet meteen geopereerd worden omdat mijn knie zo dik nog was. Dus dan was het niet goed om in een knie te opereren waar nog vocht in zit. Nee, precies. En bij anderen dat kan het meteen. En ik moet zeggen, mijn operatie is goed gegaan. Alleen steeds als ik een nieuw stapje ging doen, dan kreeg ik weer een soort van terugslag. Okay. Als ik naar Memphis kijk, dat is niet normaal hoe die nu al bezig is, zeg maar. Ja. Te extreem, vind jij, denk je? Nee, ik weet het niet. Ik weet niet hoe zijn situatie is. Ik weet niet of hij alleen zijn kruisband af heeft geschud of hij nog meerdere dingen. Ja. Daar kan ik niks over zeggen. Kniebanden heb je natuurlijk. Ja, je hebt je meniscus, kraakbenen. Ja. Ik weet het niet. Ik denk dat ze het wel... Ja, daar goed over nadenken. En het is niet niks. Een carrière kan op het spel staan. Maar ik vind het indrukwekkend als ik zijn filmpjes kijk. Ja, hij zit bij een van de beste Italiaanse doktoren volgens mij. Die zegt gewoon, hij gaat het EK halen. Nog heel even kort, want we slaan een stukje over. Ik denk voor de mensen die zitten te kijken die het niet weten. Je komt terug van heel heftig blessureleed. Je hebt je kruisband afgescheurd. Dat gebeurde vorig jaar op het trainingskamp in Qatar. Klopt, ja. Nou, daar zagen wij elkaar afgelopen keer weer... In Doha, bijzonder moment natuurlijk. Hoe was dat voor jou om daar te staan en om het daar een soort van gevoelsmatig af te sluiten? Of was het een nieuwe start voor je? Ja, het was echt een heel gek gevoel. Dat heb ik toen ook aangegeven in het interview. Want je komt precies dezelfde dag, kom je daar weer, zeg maar. En ook op het vliegveld, het duurde even voordat de bus er was. En dat had ik echt een heel raar gevoel. Maar na een paar dagen, weet je, dan ben je aan het trainen, gaat het lekker en dan is het gewoon heerlijk om daar weer te zijn. Ja, je hoort nou vaak eigenlijk bij doelmannen die de kruisband afscheuren. Het is meer bij voetballers, een beetje jongens die explosief zijn. Ja, klopt, ja. Nico is ook explosief natuurlijk, hè? Ja, nee, ja, maar het anders. Ja, ik moet zeggen, bij keepers komt het niet zo vaak voor als bij spelers. Ja, je hebt ook minder keepers dan spelers uiteindelijk, dus... maar dat kan iedereen overkomen en helaas mij is het ook overkomen. Ja, want vertel nog even wat gebeurde volgens mij op een training, bij het uitkomen. Ja, bij ik denk partijvorm, een beetje het einde van de training en ik kom uit en op veel te hoge snelheid. Weet je, de eerste training weer van na de winterstop, dan wil je weer laten zien en dan ben je wel iets te gretig. En ik kwam op zo'n hoge snelheid aan en Gaston ging naar de andere kant. Ja, ik moest wel mee, dus ik zet af en ik hoorde een heel raar geluidje. Oh, je hoorde ook echt een geluidje. Ik hoorde echt een geluidje, maar ik dacht eerst dat ik met mijn been tegen het been van Mika aankwam. Hmm. Maar het is allemaal gefilmd en dat bleek uiteindelijk niet zo te zijn. Ja. Dus wat ik hoorde is, het leek gewoon een soort takje die afbrak, zeg maar. Maar dat gebeurde natuurlijk ook. Dat brak ook daadwerkelijk. Er brak wat af, ja zeker. Dus ik wist ook meteen dat het fout was natuurlijk. Ja. Je hebt gelijk ook je familie volgens mij ingelicht, hè? Ja, na de training ben ik meteen teruggegaan naar het hotel. Ja, daar gingen ze allemaal testen doen. Ja. En dat leek al dat het niet goed uitzag. Toen kwam er ook nog een Belgische chirurg die onze dokter goed kende. Ja, die ging ook nog wel een paar testjes doen. En toen zeiden ze, je moet echt een MRI gaan maken, want het lijkt erop dat het fout is. Ja, en daar in Qatar is alles zo top. Het ziekenhuis was naast het hotel, dus toen na die MRI, toen zei ze ook al meteen van het is mis. Heb je gehuild eigenlijk? Nee, niet echt. Toen ik mijn ouders belde was het even moeilijk. Ja. Maar nee, ik heb niet gehuild, nee. Wat wel mooi was, wat de dag daarna gebeurde met de technisch manager. Staat je dat nog bij, zeg maar? Ja, zeker. Zelfs nog dezelfde avond nog kreeg ik op mijn hotelkamer kreeg een berichtje van de trainer en van Mark toen nog. En die zei allemaal van dat het allemaal goed ging komen, ook met mijn contact en zo. Dus ze gaf mij meteen rust. Ja, en dit was weer de dag erna met John, die bevestigd. En dat was een heel lekker gevoel. Ja, want hij vertelde jou natuurlijk, hè, we gaan je contract verlengen, waardoor jij eigenlijk in alle rust het kunnen revalideren. Wat betekende dat voor jou? Wat zei dat? Ja, dat spreekt natuurlijk veel vertrouwen uit van de club naar mij, dat ik gewoon lekker mijn ding kan doen in mijn revalidatie. En natuurlijk wat je zegt, dat geeft me rust. Niet dat ik met andere dingen bezig ben dan die knie. Dus nee, daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. En dat wil ik nu ook graag terugbetalen. Ja, je bent eigenlijk heel lang gefocust geweest daarna op je revalidatie, op je herstel. Maar ook ongeduldig, hè? Ja, absoluut. Nou, ik moet zeggen, die eerste paar maanden, dan ben ik echt heel goed doorgekomen. Dan is het nog niet zo lang bezig, zeg maar. En, maar naarmate je fit wordt, de knie voelt weer goed, dan...
Nou word je toch ongeduldiger en dan denk je van ja, het kan toch best, het kan toch best. Ja, ja, want dat is het vaak, denk ik ook. Dat je gewoon denkt van ja. Klopt, en ja, ik ben zo'n type die altijd meer wil en die nooit tevreden is met iets. Ik kan me nog wel herinneren, het veldje hier achter in de hoek. Ja. Het was toen nog kunstgras. En het was de eerste keer dat ik weer aan het lopen was op het veld, zeg maar, aan het hardlopen. Maar het ging voor geen meter, maar dan kan ik daar niet van genieten, snap je? het slaat nergens op. Maar ik moet dan juist van die stapjes weer genieten, want ik wil er weer van, het moet beter. Ik moet beter gaan lopen. En, ja, dat is wat Sam ook zei, volgens mij, toen hij hier laatst zat. Hè? Toen, ja. Dat was na de wedstrijd tegen de Graafschap, toen jullie met 3-2 verloren met Jong PSV. Ja. En toen vroeg jij zoiets aan Sam van, hoe keek je naar zijn tegengoals? En toen zei Sam, hij moet gewoon trots zijn dat hij weer keept. En toen zei ik, nou, na afloop zei hij tegen mij dat hij de tegengoals nog wel wilde zien. Want hij wist dat hij weer altijd was. Kritisch op zichzelf. Absoluut, ja, zeker. Ja, dat siert je ook als sportman natuurlijk. Ja, we gaan straks uitgebreid verder praten met jou na de break. Onder andere ook natuurlijk nog even terugkijken op het duel van afgelopen weekend van PSV 1 tegen Vitesse. Er werd voor de derde keer op rij gewonnen. Dat dus allemaal straks na de break. En Koen met zijn nieuwsblokje. Dus kortom, je moet gewoon blijven kijken. Tot straks. Ja, goedenavond. Welkom terug bij het tweede deel van deze aflevering van PSV TV. Zoals beloofd natuurlijk gaan we straks verder praten met Yannick van Os, de doelman van PSV. En met Koen Heezakkers, onze verslaggever. Maar zoals beloofd ook heel even terug naar het afgelopen weekend, want het was toch wel lekker. Misschien niet de beste wedstrijd van PSV, maar er werden wel weer 3 punten behaald in Arnhem tegen Vitesse. Matafs. Op het half uur meldt Tim Matafs zich in de wedstrijd. En net naast getopt. Ja, voordeel. Treffer, raak, goed gedaan, Makkeli. Dat is goed meegegeven aan Dumfries. Maar die overloopt het. Nee, penalty zegt Makkeli. En dan nu. Zie je keurig binnengeschoten. 1-1. Hier is hij weer en hier is 2-1 meter lat. En nu dan dus Gakpo. Gakpo! Dit is het resultaat waarmee je thuis kunt komen. Ja, 3-0 winst dus. Goeie zaken. Hoe is de sfeer in de groep? Ja, het wordt al steeds beter natuurlijk, ja. Ja? Dat kan ook niet anders. Er klonk weer muziek, snorbollekes. Ja, een beetje carnavalsmuziek inderdaad. Ja. Ja, van links naar rechts? Nou ja, ja die dat is wel iets te vroeg voor, denk ik. Maar nee, ja, dat is logisch natuurlijk als je weer gaat winnen. En dat geeft vertrouwen en dan in de groep. Ja. Komt dan een beter gevoel. Dus nee, dat is wel lekker. Wat ik mij afvroeg, hè, we hebben 2 keer Sam Lammers de afgelopen weken met een strafschop gezien, zeg maar. Beide keren schiet hij in braak. Ik zat te denken, had jij ze gestopt, zeg maar? Weet jij waar Sam gaat schieten, omdat je hem zo goed kent? Nou, het is lastig. Ik vind het lastig. Nou, die eerste, als ik in een goede hoek had gedoken, dan misschien wel. Maar nee, die tweede was echt heel erg goed binnengeschoten. Je zat echt in het seinetje, hoor, deze tegen. Hij kiest wel 2 keer een andere hoek, hè? Ja, terwijl... klopt, ja. Ja, het pakt goed uit. Dus pas weer ging dezelfde hoek in als tegen ADO. Ja. Dus, hij scoorde dus, ja, dat is lekker. Ja. Ja. Is er nog een nasleep, Koen, van Vitesse PSV? Wat kan jij ons melden? Ja, nou sowieso wat jij net al een paar keer aanhaalde, hè, dat voor de derde keer op rij gewonnen wordt. Dat was alweer een tijdje geleden. Dat gebeurde voor het laatst in de periode augustus-september 2019. Toen werd er ook voor een 4e keer op rij gewonnen. Laten we hopen dat we dat een beetje door kunnen zetten de komende weken. Ik kan nog wat dingetjes over Cody Gakpo, dat hij goed bezig is. Dat weten we allemaal, 6 goals, 6 assists. Dat zijn hele goede cijfers. Hij scoort voor het eerst ook in 2-op-1 volgende eredivisiewedstrijden op rij. Dus goed om te zien dat die ontwikkeling goed bezig gaat. En PSV tijdens carnaval. Het was mijn hobby nooit om te voetballen tijdens carnaval. Maar voor PSV gaat dat goed. Ze verloren de laatste jaren alleen eigenlijk uit bij Feyenoord. En de rest zien we dat het allemaal overwinningen zijn. Dus Ja, dat zijn opmerkelijke statistieken voor een ploeg uit Brabant. Maar ja, die mannen zijn natuurlijk alleen maar gefocust op het voetbal. Net wat minder dan wij op carnaval zijn natuurlijk. Ik wil nog heel even terug naar Cody Gakpo, want die goal die hij maakte bijvoorbeeld. Ja. Wij zaten op de tribune en wij zeiden eigenlijk allemaal tegen elkaar, volgens mij is zo'n bal onhoudbaar voor een keeper. Zoals hij schoot was die echt... Ja, dat was echt een hele mooie goal. Hij komt goed naar binnen en hij ziet hem ver. Ja, je ziet pas, verdient hij nog alles aan, maar hij kon hem niet pakken en goed voor ons. Ja, en merk je dat hij nu een beetje een grote meneer aan het worden is? Zie jij zeg maar overeenkomsten met andere spelers die een soort gelijk traject hebben? Of hoe zie jij dat? Je kent hem ook goed. Ja, natuurlijk. Zeker. Ik ken hem goed, ook vanuit de jeugd nog. Nee, hij doet het heel erg goed.
hij is belangrijk nu en het is aan hem nu dat hij het doorzet, weet je. Hij is nog jong. Ja. En dan is het soms nog lastig om het vast te houden, maar nee, hij doet het nu heel goed en hij is belangrijk voor ons. Ja, hij is zeer belangrijk. Dus Cody Gakpo, sorry dat ik jou even onderbreek. Nee, geeft helemaal niet. Geeft mij ook even mij de tijd dan om weer op adem te komen, een slokje drinken en dan kan ik volle bak verder naar Argentinië. Ja. Moesten daar ook carnaval virus meer in Brazilië. Hè? Maar Maxi Romero die liet weer van zich horen afgelopen weekend. Hij speelde met Vélez Sarsfield, zijn huidige werkgever, tegen Arsenal. Schijnt ook een ploeg in Argentinië zo te heten. Ja. Ze wonnen met 4-0 en hij maakte 2 treffers. Die heb ik natuurlijk eventjes voor jullie op een rijtje gezet, opgesnort. Ja. De krochten van het World Wide Web heb ik weer doorzocht en de goals die heb ik losgezet. Het is de 3-0 en de 4-0 in die wedstrijd. Ja, we mogen hem niet vol scherm laten zien. Hè? Nee, want dat is rechter technisch is dat allemaal lastig. Maar Janie, kijk mee, kijk ook wat de keeper doet. Deze had hij denk ik kunnen hebben. Ja, hij schiet hem bijna. Ja. Of is het te hard ingeschoten? Nou, ik denk wel dat hij hem kan hebben. Maar het zit maar wel, het is ook wel van dichtbij. Dus en dit is wel, dit vind ik wel echt een knap spitse doelpunt. Ja, dat is natuurlijk ook een cliché van je welste. Maar met je rug naar de goal draaien, schieten. Ja. Dat is lastig voor een keeper, denk ik, op zo'n korte afstand. Ja, zeker. En hij schiet hem hard door zijn benen. Dus ja, ik ben een knappe goal. Ik ben wel benieuwd naar Romero. Het is zijn 5e treffer van het seizoen. En hij maakt gewoon een goede indruk ook. Hè? Hij ziet er fris uit. Hij is, ik moet eerlijk bekennen dat ik niet elke wedstrijd zie van Vélez Sarsfield. Maar hij ziet er hier wel fit en afgetraind uit. Dus ik ben benieuwd hoe hij hier terugkomt. Hij heeft de wil nog altijd om hier te slagen. Natuurlijk staat ook onder contract bij PSV. Ja. Ik weet niet wat jouw indruk van hem is geweest. De momenten dat je hem hier gezien hebt. Ja, weet je, het is voor zo'n jongen natuurlijk lastig. Weg van zijn omgeving uit Argentinië. Hij is nog super jong. Ja. Nou, op de trainingen zag je soms een afweg voor me, ja, dat het gewoon een hele goede spits is. En, ik denk dat het goed is dat hij nu daar allemaal naartoe komt en dat hij dan misschien daarna weer hier natuurlijk veel pech gehad, komt. Veel blessures. Ja, contract tot 2023 nog bij PSV. Dat gaan we zeker niet zien, denk ik dan. Denk ik nog eventjes eentje uit jouw favoriete categorie. Hoe is het met de iets wat vergeten PSV-speler? Jij zult deze jongen wel nog kennen, Yannick. Ik weet niet of we de foto op het scherm krijgen. Oh, die jongen rechts ken ik ook, maar die jongen links, daar gaat het natuurlijk om. Jurgen Carolina, weet je wat voor stap hij gemaakt heeft afgelopen weekend? Ik heb geen idee. Nou, hij zat bij NAC. Daar, hij komt dus vanuit de Jong PSV. Daar heeft hij heel wat wedstrijden gespeeld. Vertrok naar NAC. Daar kwam het er niet uit. Speelde weinig minuten. En nu heeft hij een transfer gemaakt richting Polen. De ploeg moet ik eventjes opzoeken. Stomiel Olsztyn. Ja, gaan we heel snel vergeten, denk ik. Speelt hij speelt in de eerste divisie in Polen. Staat daar 11e. Maar wij gaan die competitie natuurlijk volgen. Hè, want dat houden wij allemaal in de gaten. Ja. En dan nog heel even door naar Jong PSV, afgelopen vrijdag, Yannick. Ik weet niet of je nog wat daar het meeste van jou bij staat aan die wedstrijd. Ja, slechte wedstrijd. Slechte wedstrijd. Van beide kanten, denk ik. Ook saai om te zien voor het publiek wat er was. Maar ja, duel eindigde in 1-1. PSV kwam op voorsprong via Noni Madueke. Die mocht minuten maken bij Jong. Versierde zelf een strafschop, schoot die strafschop zelf binnen. Dan staat het 1-0, dan denk je van nou, dat is lekker voor jullie, hè? Want jullie hebben een beetje lastig tegen, of tenminste jullie, Jong PSV heeft het lastig tegen ploegen die wat inzakken, die hè, dan weinig ruimtes weggeven. Precies, ja. Dan denk je, kom je 1-0 voor en krijg je veel ruimte op het veld. Maar het werd even anders. Dat gebeurde niet, nee. En dan geven jullie een vrije trap weg daar. Ja, en dat was het denk ik de nummer 4 of zo. En ja, we kennen Filip. Dat is waar we toe wilden. Filip Rommens. Dus ja, dat mag dan niet gebeuren. Nee. Er waren ook 2 snel achter elkaar. Ja. En daar moet je rekening mee houden en dat hebben we ook tegen elkaar gezegd voor de wedstrijd. Wat, je met dit is het strafschopmoment, het is de 1-0. Het is Filip Rommens trouwens die de strafschop hier veroorzaakt. En ja, Noni die eist die bal op en die schiet hem zelf keurig binnen. Ja. Dit was dus in de eerste helft. En na rust zien we dadelijk het moment waar Yannick het over had. De vrije trap van Filip Rommens. Ja, zeg het zelf maar, Yannick. Ja, wat moet je zeggen? Ja, weet je, ik zit er nog aan, dus misschien had mijn positie iets meer naar het midden moeten staan, stond ik iets te ver aan de zijkant. Ik kwam er nog wel aan, maar iets te ver achter mij nog. Ja, dus Peter Runig had zoiets gezegd van jongens, geef geen vrije trappen weg precies. Daar. Want ja, we kennen Filip Rommens, die kan een balletje trappen. Ja. Vaak genoeg gezien. Ja, dan, eindelijk zo'n duel in 1-1. Toch is hij weer kritisch op zichzelf. Hè? Jij pijnigt jezelf alleen maar. Joh. Nee, ik ben niet kritisch. Maar na zo'n jaar blessure leed. Hey. Hier moet je van leren, denk ik. Ja, ja absoluut, absoluut. Ja, dat neem ik ook allemaal mee. Ja. Ik ga ook verder, dus daarom. Ja, het is hartstikke goed. Hartstikke goed. Ja, en dan hebben we de wedstrijd van komende vrijdag, Cambuur. Peter Unige zei na afloop: dit zijn wedstrijden waar je het voor doet. Jong PSV is altijd goed tegen de goede ploegen in de competitie.
Ja, die quote die klinkt dan zo. Dat zijn de mooiste om te spelen. Hè, in een volle stadion van Cambuur met fantastische sfeer. Met een hele leuke, goede ploeg. Ja, dat is de uitdaging natuurlijk om daar goed te zijn. Ja, in de topwedstrijden hebben we laten zien dat we goed kunnen zijn. Maar de uitdaging is ook om dat in Leeuwarden te zijn. En hè, meestal zijn we goed hier. En uit hebben we het vaak wat lastiger. Dus dat is een dubbel op een uitdaging, zeg maar. Ja, dat gaan we kijken hoe dat vrijdag. Ik stap dadelijk al de auto in. Want het is, zou het doen, ja. Het is een eindje rijden. Het is een eindje rijden. Cambuur, Jong PSV. Belangrijke wedstrijd voor jou. Jij gaat mee. Je gaat ook spelen. Ik ga spelen, ja. Dat heb ik al te horen gekregen. Zin in? Ja, absoluut. Dat zijn de mooiste wedstrijdjes die je wil spelen voor Cambuur Stadion. Dus, Het is dat wel kunstgras, denk ik, of niet? Ja, is dat ook een dingetje voor je? Of? Nee, absoluut niet. Ik heb niet zo heel veel moeite met kunstgras, moet ik zeggen. Weet je, als het maar doorglijdt, zeg maar, niet van die droge kunstgrasvelden, daar heb ik niks mee. Maar het is 's avonds, dus... Zal ik wel nat zijn daar, ja, denk ik ook wel, Nog heel even korte huishoudelijke mededeling. Hoe staat ervoor met je contractsituatie op dit moment? Want het loopt af. Mijn contract loopt af, maar... Ik werd afgelopen week gebeld dat we binnenkort gesprek hebben met John. Ja, wat eruit gaat komen, ja, dat is afwachten. Ik voel me heel happy bij PSV. Dus, maar ik moet ook minuutjes gaan maken. En dat kan nu nog een jong. Volgend jaar zou dat ook nog eventueel kunnen. Maar nee, we gaan het afwachten en kijken wat het beste is voor mijn carrière en voor PSV. Wij blijven dat volgen. Dank voor je komst in ieder geval. Voor al je uitleg, Koen. Jij bedankt voor jouw bijdrage. En wij gaan hier dus afsluiten komende vrijdag. Dan zijn we bij je terug. En dan gaan we natuurlijk uitgebreid vooruitblikken op dat andere belangrijke duel. Want er staat een bijzonder mooi onderrondje op het programma voor komend weekend. PSV tegen Feyenoord. Tot vrijdag. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door de premium partners van PSV en Brainport Eindhoven.